Yo, hallo, Wally hier live bij Punch Out Battles. We hebben net een gruwelijke battle gezien. Steppa tegen Kama. Kama, ik kan alleen maar zeggen, hè, eindelijk. Even serieus, man. Je begon aan heel dit seizoen als een van de grootste beloften, zeg maar. Iemand waarvan mensen echt iets hadden verwacht. En je kwam met, op een gegeven moment met zwakke optredens, chokes, Kama's. Het werd een stopwoordje. En dit, bam, gruwelijk, fucking boos. Wat triggerde jou? Thanks, man. Sowieso een comeback, je weet toch? Ik dacht, ik moet sowieso sterk binnenkomen. Kijk, wat mensen ervan gaan vinden, moet jullie maar checken, want dit is natuurlijk de recap. Maar ik vond van, als ik weer ga battelen en ik wil het nog steeds doen, je moet gewoon altijd hard komen, snap je? En life is good, man. Dat is het belangrijkste. Life is good, weet je. Life was fucked up, de shit ging fucked up en ik dacht, ik kon die shit eruit spitten. Maar dat is niet zo. Life gaat nu goed, dus dat ga je er ook merken in gewoon in je craft, snap je? Als jij lekker in je vel zit, dan is dat ook... Man. Precies, man. Dus dat is het. Kunnen wij stellen dat deze Kama, deze level, de enige Kama's die wij nog gaan zien? Verwacht het onverwachte, man. Ja, dat wil ik liever niet. Ik wil geen chokes meer, man. Ik ga altijd mijn best doen. Dat wel, weet je, dat nice. Wel. Alright, Steppa, hoe ging het? Ik vond dat deze keer echt goed ging. Veel beter dan de andere keer. En die andere keer was ik niet echt voorbereid, dus daardoor had ik die vuur niet. Maar deze keer voelde... En natuurlijk, hij moest zijn comeback maken, dat wist ik. Dus dan moet je even extra opstappen, want ik wist dat hij dat ook zou doen. Is dan ook lekker om in zijn energie mee te gaan? Ja, zeker. Die extra energie wat hij had, dat boost mij ook weer, want om die boosheid naar buiten te brengen. Dat merkte ik ook, ja man. Ja. Dat is nice. Precies, de energie spat er vanaf. Volgende keer, tegen wie zou je winnen? Zoals ik altijd zeg, en dat blijf ik zeggen, maakt niet uit wie de pak komt. We gaan gewoon eten, het is avondtijd, het is etenstijd. Je weet toch, laten we gewoon beginnen, man. Go. Wie gaat deze hernieuwde Kama tegenkomen? Iedereen is mogelijk, man. Ik sta voor alles open, altijd. Fucking politiek correcte antwoorden hier zo, maar ze durven geen namen te noemen, maakt niet uit. Ik noem wel een naam, dat is mijn eigen naam. Hallo Ali, hier live bij Punch Out. We hebben hier Kama tegen Steppa. Straks om 7 uur is de battle online. Ga checken.